Goedenavond, dit is U-nieuws. Wethouder André Landweer uit de Beeld stapt per direct op. Vorige week maakte hij al bekend dat hij zou stoppen en dat zorgde voor veel boze reacties in de gemeenteraad. Normaal gesproken blijft een wethouder 4 jaar, maar Landweer heeft met zijn eigen partij 3 jaar afgesproken, zegt hij. En dat valt niet in goede aarde. Ik praat erover verder met verslaggever Hanna Kameraad. Hanna, de raad is hier kwaad over. Waarom? Ja, boos zijn ze zeker. Je moet het zo zien dat een wethouder wordt aangesteld eigenlijk door raadsleden. En de raadsleden vinden dus ook dat ze op de hoogte moesten worden gebracht van deze beslissing om maar een termijn van 3 jaar aan te houden. Lokale partij Forza de Beeld zegt bijvoorbeeld in een reactie: als we hadden geweten dat hij maar 3 jaar bleef, dan hadden we misschien niet voor hem gestemd. Daarbij komt nog de kwestie van het wachtgeld. De ex-wethouder kan aanspraak maken op wachtgeld. Het is nog niet zeker of hij dat gaat doen, maar als hij dat gaat doen, dan kan het de gemeente ruim €200.000 gaan kosten de komende jaren. Ja. Daar zijn de raadsleden niet blij mee. Nou, bijna alle partijen zijn ontstemd en ook de Partij van de Arbeid is hier niet blij mee. Ik vind het vreselijk jammer ook dat dit weer allemaal afleidt van het echte werk waar de politiek voor staat. Namelijk ervoor zorgen dat er goede voorzieningen komen voor de inwoners en dat we goed zorgen voor onze inwoners. En nu gaan we het weer tijdenlang over onszelf hebben, over die raad, over wethouders, et cetera. En dat vind ik bijzonder jammer. Ja, hij zegt nu gaat het weer niet over de inhoud. Maar de grote vraag is natuurlijk, mag het wat deze wethouder doet? Nou, dat heb ik gevraagd aan het Pericles Instituut. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met het coachen en trainen van politici, maar ook van gemeenteraden. Ik heb het gevraagd en zij zeggen: het is niet verboden. Maar dat het niet verboden is, wil niet zeggen dat je het moet doen. Ja. Zij zien het echt als het achthouden van informatie en zij vinden het niet netjes. De wethoudersvereniging die kijkt er iets anders naar. Die vergelijken het bijvoorbeeld met als je zelf een onderhandeling hebt over je salaris bij je huidige werkgever. Is het dan slim om te vertellen dat je naar andere vacatures kijkt? Goed, dat verschilt dus inderdaad. Dan hoe nu verder? Deze wethouder gaat weg. Wie gaat hem opvolgen? Nou, dat is nog even onduidelijk. Eerst wordt dit helemaal uitgevochten. Morgen wordt het besproken in de gemeenteraad. Hanna Kameraad, dankjewel.